De relatie met Nederland zal met de zitting van de nieuwe regering verbeterd en versterkt worden. Dit haalde Chandrika Prasad Santokhi, president-elect, gisteren aan tijdens een persconferentie van de nieuwe coalitie in het Marriott Hotel. In het kader van het versterken van de relatie met Nederland zal er volgens hem zo snel als mogelijk geprobeerd worden wederom een Nederlandse ambassadeur in Paramaribo te krijgen. Santokhi gelooft dat met het aanzitten van de nieuwe regering Suriname waarschijnlijk een nieuw verzoek hiervoor zal ontvangen. De president-elect wees er verder op dat de relatie met het toenmalig moederland op basis van wederzijds respect en voordeel hersteld zal worden. Daarvoor moeten we een goede samenwerking hebben op alle niveaus. Op diplomatiek niveau, op het niveau van de samenleving. Ook op het niveau van de diaspora-gemeenschap, ook op het niveau van business doen, zaken doen, investeerders aantrekken, creëren van afzetmarkten voor Surinaamse producten. En het verzoek zal gestuurd worden. Tegen deze achtergrond gaan we zeker het verzoek honoreren en dat wordt allemaal in de coalitie verder besproken. Verder haalde Santokhi aan dat in het kader van het beheersen van de financiële crisis de buitenlandse missie geëvalueerd zullen worden. Nagegaan zal worden of behoud van bepaalde ambassades nodig is. Maar ook wat dat het land kost en of dat ook wenselijk is om door te gaan met behoud van die ambassades, continuïteit van die ambassades. We moeten ander beleid gaan voeren door het aantal terug te brengen of door ambassades gaan combineren of meer dingen digitaal te gaan doen of meer dingen met de moderne technologie te gaan doen. Dat moet allemaal goed evalueren. Maar natuurlijk zullen er altijd landen zijn waar we ambassades gaan hebben en ambassadeurs gaan sturen. En dat zal, laat mij zeggen, zeker na de evaluatie gebeuren. Het zal ongeveer 6 maanden duren dat we een volledige evaluatie hebben van alle ambassades en wat de kosten allemaal zijn. Chandrika Prasad Santokhi, president-elect. Hij sprak gisteren in Hotel Marriott tijdens een persconferentie van de nieuwe coalitie. Santokhi heeft aangegeven dat de band met Nederland hersteld en versterkt zal worden. Morgen vindt de inauguratie van de president en vicepresident plaats. ATV zal deze bijzondere vergadering van DNA live uitzenden. De live-uitzending zal ook live te volgen zijn via de zender RTV7 in Nederland.